We gaan het vandaag over 20 items hebben in Fortnite die iedereen vergeten is. Blijf vooral kijken naar het einde van deze video, want Fortnite heeft namelijk iets verwijderd uit onze inventory. Ik wil ook even alle nieuwe abonnees een shout-out doen, dus dikke SO naar deze nieuwe abonnees. Dankjewel voor het abonneren op mijn kanaal. Als je nu een shout-out wil in een nieuwe video, klik dan even op dat abonneerknopje met dat belletje aan. Dan gaan we nu gewoon gelijk beginnen en kijken hoeveel jullie nog kunnen herinneren. En laat het even weten aan het eind van de video. Laten we gewoon gelijk gaan beginnen met nummer 20. En nummer 20 is een golden coin, want terug in de tijd in Weeping Woods, als jij dit schilderij kapot hakte, kreeg je daar een gratis coin voor terug. Die coin was niks waard, daar kon je helemaal niets mee. Maar het was namelijk een eerdere testfase van Epic Games om goud toe te voegen. En waarmee je dus dingen kon gaan kopen in de game. Je hebt er helemaal niks aan. Nu weet je het, want dat was je waarschijnlijk vergeten. En daardoor gaan we ook gewoon gelijk lekker door naar nummer 19. De Wolf Emote Easter Egg. Want terug in seizoen 2 had je de Howling Emote. En als je de Howling Emote deed op het moment dat het volle maan was, ging je in plaats van een soort van wolfgeluid maken, een heel ander apart geluid maken. Nu is er helaas geen gameplay meer van, want ja, de gameplay is weg. Dat zit er niet meer in dat seizoen, dan kunnen het helaas niet meer doen. Maar deze kerel heeft op Twitter het aangeboden dat dat zo was en ik herinner me dat ook. Dus daardoor gaan we ook door naar nummer 18 en dat is Fortnite op de disc. Want zoals je weet, er zijn bijna geen versies van Fortnite met een disc. Want het is gratis te downloaden in de PlayStation, Xbox, Epic Games Store. Maar als je dus een versie van Fortnite als disc hebt, heb jij heel veel geluk. Want het is namelijk heel erg rare. Op internet worden deze versies gewoon voor 1000 plus euro verkocht. Als het in een goede staat is. Ik zou zeggen, heb je nou zo'n versie? Verstop hem goed, bewaar hem goed. Want wie weet wordt hij gewoon heel veel geld waard. Dan hebben wij vorige keer in de video natuurlijk gehad over deze Battle Royale emblems en banners natuurlijk. Maar er is nog een rarere banner dan die ik vorige keer aan jullie heb laten zien. En dat is er niet zomaar eentje. Die krijg je alleen als jij bij Epic Games werkt. Namelijk de Epic Games banner zoals je kan zien. Als je dus een werknemer bent voor Epic Games, kan je dus deze gaan krijgen. Ja, dus bijna niemand heeft deze. Oftewel, deze is nog rarder dan die we natuurlijk in de andere video hebben gezien. En ja, daar kunnen we helemaal niets aan doen. De Fortnite mapnamen. Want ik weet niet of jullie dat weten, maar elke Fortnite map heeft een naam. De seizoen 2 is Apollo, seizoen 3 heet ze Artemis. En al die namen zijn Griekse goden. Oftewel, de Fortnite map krijgt dus steeds een naam van de Griekse god. Maar we zitten natuurlijk nu in de flipside. En de flipside, oftewel Apollo en Artemis, zijn dus zussen en broers van elkaar. Dat je het weet. Door nummer 15, de DB Swimming Glitch. Als wij nu de Kamehameha mee doen, en die doe je dus in het water, dan doet jouw poppetje dus een hele rare animatie, zoals je kan zien. Dan ga je dus met de voeten gewoon de lucht in. Heel erg apart om dit te zien. Waarschijnlijk gaat Epic Games het gewoon wel fixen. Maar ja, daar valt helemaal weinig aan te doen natuurlijk. Ik kan ook weten dat jij een seizoen 2 speler bent en dat heeft te maken met de Chaos Engine. Want in seizoen 2 hebben Epic Games natuurlijk aangekondigd dat ze met een nieuwe engine gingen werken. En we dachten allemaal van, oh, Fortnite gaat eruit zien zoals we hier op dit moment uitzien. En dat is dus heel lang niet gebeurd. We hebben nu pas sinds seizoen 3 volgens mij dus dat we die stenen om kunnen hakken, bomen om kunnen hakken. En natuurlijk die ballen kunnen laten rollen. Tornado's hebben we daardoor gekregen. Maar we hebben dus echt heel lang moeten wachten tot dat echt in de game kwam natuurlijk. Dan gaan we door naar wat ik vorige keer ook in de video heb gezegd over de Zeppertron. Die bepaald soort ammo. Die supercells. Dat was eigenlijk alleen maar voor de Zeppertron, maar dat had ik fout. Sorry daarvoor. Namelijk in seizoen 2 had je de Chimera Raygun. Ik heb dit seizoen niet gespeeld, maar die Chimera Raygun gebruikte dus dezelfde ammo. Alleen dat wapen had unlimited ammo, dus je hoefde daar geen ammo voor op te pakken. Heel erg raar, ik hoop dat je het begrijpt. Niet alleen die Chimera Runner, ook het Star Wars wapen, wat nu nog steeds in de game zit, gebruikt deze ammo, maar die heeft ook unlimited schoten. Dan gaan we door naar nummer 12, de geheime vault. En de geheime vault heeft er inderdaad ingezeten in dit stukje van de map. Maar dit stukje van de map was zo dood, bijna niemand landde er. Totdat natuurlijk mensen wisten dat er een vault was. Je had er geen keycard voor nodig. Je kon gewoon naar binnen lopen, had een chest en een supply erop aan het begin van de game. En volgens mij is dat later, midden in dat seizoen een beetje aangepast. Maar zoals jullie weten heeft Fortnite natuurlijk ook echt al heel veel samenwerking gehad. Maar er zit dus ook een Titanic Easter Egg in de game. Terug naar seizoen 2, toen deze boot in de game zat, kon je als je dus naar het begin van de boot liep, de T-Pose Emote Day, een speciale achievement unlocken van I Am Flying. Klein dingetje uit de Titanic, super leuk toegevoegd natuurlijk. Jullie wisten dat waarschijnlijk niet. Door naar nummer 10, en dat is de bunker. Terug in Catty Corner hadden we natuurlijk de bunker die heel lang dicht gebleven is. Iedereen speculeerde toen op los van wat er nou echt in die bunker gezeten heeft. Niemand wist het, we hadden allemaal zieke theorieën. Totdat de bunker openging en het eigenlijk gewoon een IO base was, waar helemaal niks
eigenlijk te doen was. Waarschijnlijk heeft Epic Games later hun plannen eigenlijk bedacht. Misschien dat ze er iets groters mee wilden, maar dat ze door het plannen misschien toch niet meer wilden doen. En daardoor maar dat ervan gemaakt hebben. Geen idee, gaan we nooit achterkomen. Door naar nummer 9. De Master Portal Exploiting. Ja, heel lang geleden natuurlijk hadden wij deze Battle Pass tiers natuurlijk. En daar zit dus de Master Portal van als backbling. En die backbling was als een van de enige dus een backbling die volgens mij toen reageerde op dingen. Want als je volgens mij dus ergens een sleutel kon unlocken, kijk, ging die backbling dus gewoon open. Dat was eigenlijk van toen heel erg bizar. Door naar nummer 8, de Iron Man backbling. De Tony Stark Iron Man backbling geeft cijfers aan en als jij kills maakt, geeft hij dus aan dat jij een kill gemaakt hebt. Oftewel, je kan dus zien hoeveel kills je gemaakt hebt. Dat was eerst van een van de eerst animated banners natuurlijk en backlinks. En daardoor gaan we door naar nummer 7, de Vloed. En dit heeft Cypher Pieke eigenlijk heel goed voorspeld. Cypher Pieke heeft namelijk ooit een keer voorspeld dat de map ging overstromen. Want zoals je kan zien, de huisjes en alles spel door Noah. De Ark van Noah moest drijven op het water, zoals je natuurlijk weet. Ik weet niet of je dat ooit mee hebt gekregen. Maar uiteindelijk is dus de Fortnite map ook daadwerkelijk overspoeld. Niemand geloofde het. Cypher had het voorspeld en had het dus daadwerkelijk gewoon goed, wat super sick was. Door naar nummer 6, de vergeten jetpacks. Want we hebben echt al heel veel jetpacks in de game gehad. We hebben de Iron Man, Star Wars, de normale jetpack, deze jetpack van de Marvel serie gehad. Maar nog een apartere jetpack heeft in de game gezeten en die jetpack herinnert zich niemand. Dat is deze jetpack, die kon je eigenlijk alleen maar in een creative eiland krijgen. Maar als je dus een gekke glitch deed in Battle Royale, kon je dus diezelfde jetpack gewoon krijgen. Door naar nummer 5 is de Coral Castle lawsuit. We weten natuurlijk allemaal dat Epic Games en Apple problemen hebben. En er nog steeds een soort van, rechtszaak gaande is. Maar Coral Castle heeft Fortnite ook een keer aangeklaagd. En dan niet het stadje, maar het museum. Er is namelijk een museum die Coral Castle heet. En die heeft dus Epic Games geprobeerd voor de rechter te slepen. Om dus hun naam te laten veranderen, omdat ze dat genakt vonden. Ik kan het op zich wel begrijpen, Coral Castle was toch slecht. En daardoor gaan we door naar nummer 4, Dusty en Pleasant Park. We hebben natuurlijk al lang geen Dusty Depot meer. We hebben Pleasant Park niet meer, die zijn natuurlijk allemaal weg uit de game. Maar er was namelijk een soort glitch in de game, waardoor het leek dat Pleasant Park aangepast ging worden. En heel veel mensen dachten dus dat Pleasant Park of wegging, of dat er iets terug ging komen. En het bleek uiteindelijk gewoon een glitch te zijn, voordat had gewoon een fout gemaakt. En daardoor gaan we door naar nummer 3. Rugged Boss. Dit was de enigste boss die jij kon killen om in seizoen 2 een RPG te krijgen. Dit was de enigste boss die letterlijk als je hem killde dus een gouden AR en een paarse RPG dropte. En er zaten toen geen RPG's in de game. Nu ook nog steeds niet. Maar als je hem dus killde, was dat de enigste versie voor een RPG. Nummer 2 gaat over Fort Bytes. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Neo Tilted kon je dus allemaal van die Fort Bytes unlocken. En daardoor dus weer dingen mee krijgen. Ik vond het echt het meest vervelende seizoen eigenlijk ooit. Je kon er dus verschillende skins en stijlen mee unlocken zoals je kan zien. Maar die heb ik ook allemaal niet. En verder kunnen we daar ook gewoon helemaal niks aan doen natuurlijk. Dus Fortnite, dat seizoen moeten we gewoon skippen. Dan gaan we door naar het item waar deze hele video over gaat. En dat is de Gunner Pet. Oftewel de backbling die Epic Games uit onze inventory verwijderd heeft. Namelijk, we hebben hier de Gunner Pet zoals je kan zien. En die kon je dus gewoon kopen in de items op. Maar rest zie je de Bonesy. En de Bonesy kreeg je dus gewoon in de Battle Pass. Dus mensen voelden zich gescamd die hem gekocht hadden. En wat Epic Games vervolgens heeft gedaan, is ze hebben dus die Gunner Pet uit de items op gehaald, uit onze locker gehaald. En iedereen die hem gekocht heeft, hun V-Bucks teruggegeven. Plus nog eens een 200 V-Bucks bonus, dames en heren. Ja, Fortnite doet nog wel eens goede dingen. Dus we hebben eigenlijk gewoon iets uit onze items, uit onze locker verwijderd. Zonder dat we er wat van door hadden. Het kan gebeuren. We kunnen er verder niks aan doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Laat nog even een blauw duimpje omhoog achter. Als je nou iets gaat kopen in de Fortnite Item Shop, gebruik dan sowieso mijn support de creator code. Dan zou ik dat heel erg nice vinden. En dan zie ik jullie morgen gewoon weer bij een nieuwe video. Dus tot dan. Later jongens.